Hey Daniel. Hoi. Je was nog op je mobiel aan het kijken. Ja. Hi. Altijd. Welkom in Skyrim. Dit is een gloednieuwe game. Ja, absoluut. Nooit eerder vertoond. Nee, die Elder Scrolls 5 Skyrim? Ja, we hebben er 12 jaar op moeten wachten sinds Oblivion, maar hier is hij dan. Voor de Nintendo Switch. Ja, voor de Nintendo Switch. Ik bedoel, Skyrim is natuurlijk al in 2011 uitgekomen, maar nu met de Switch, de Nintendo Switch, die uit is gekomen, hè, de catalogus moet even aangevuld worden. Dus ja. Bethesda had ook zoiets van, hey, weet je wat, zullen we naast Doom en Wolfenstein ook gewoon Skyrim nog een keer hier releasen? Want dat hebben we nog nooit gedaan. Zo van, hey, laten we gewoon cashen. Ja, nou ja dat is heel slim. Ja, nou ja, ja slim. Het is natuurlijk wel jammer van heel veel mensen wachten op die Elder Scrolls 6. En dan brengt Bethesda even na 6 jaar ja, nog even... Ja, en dat zou ik inderdaad ook als klacht hebben bij echt elke andere release van Skyrim ooit. Ik was ook geen groot fan van de special edition van Skyrim, weet je. Dat ze hem nog een keer naar de nieuwe consoles toebracht. Ik ben ook geen groot fan van het hele Creators Club gebeuren. Dat ze in één keer zeggen van mods zijn nu betaald, jalalala. Daar ben ik allemaal op tegen. Maar dit is wel Skyrim op de Switch. Dit is de meest mobiele, kleinste versie van Skyrim ooit. Dat is zeker waar. En... buiten dat, ik had de PS4-versie gekocht als ik mijn save game van de PS3 mee kon nemen, maar dat kon niet dus. Ja, dat helaas gaat met de Switch al helemaal niet. Nee, precies. Maar wel vet dat je nu gewoon onderweg Skyrim kan spelen. Ja, een nieuw avontuur. Dus ja, oké, sorry, het zijn wederom alsof je die nog nooit vaak genoeg hebt gezien, de beelden van de intro van de game. De intro is voor mij lang geleden. Ja, nou ja, voor mij ook wel een beetje, maar dat is, wil niet zeggen dat dit niet de 12e keer was dat ik hier, dat ik mijn hoofd eraf liet hakken hier. Maar het punt is natuurlijk wel, we kunnen nu natuurlijk wel goed kijken naar hoe de game draait op de Switch. En ik ben allereerst benieuwd naar wat jij er zo van vindt. Ik vind hem er echt wel prima uitzien. Ik denk dat die grafisch sowieso wel een stukje beter is dan de PS3-versie. Daar ben ik dus wel benieuwd naar. Want ik kreeg het idee dat hij net onder de Xbox 360 PlayStation 3-versie zit. Of misschien net on par. Maar dat maakt meteen ook weer pijnlijk duidelijk hoe oud Skyrim inmiddels is. Ik bedoel, die game is in 2011 verschenen. Ja. Dat is... oh my god, dat is zo lang geleden inmiddels. 6 jaar geleden, ja. Ja. Ja, maar... ik weet niet. Ik heb in ieder geval wel het idee dat hij soepeler draait. Ja, dat zou kunnen, ook door het feit dat we natuurlijk via een capture card hebben gerund. Heel soms kunnen die het wat vloeiender laten lijken dan het is. Het ligt er een beetje aan. Dit is sowieso ook de docked versie. We kunnen natuurlijk niet de undocked versie laten zien, want dat kun je onmogelijk capturen, voorlopig in ieder geval. Dus dit is hoe die dock draait. Ik moet wel zeggen, ik vond het wel, het draait prima. Als je bedenkt dat dit een Android apparaatje is, of in ieder geval een soort van Android-achtig apparaat met een Nvidia Tegra X1 erin, dan is het toch wel bizar dat dit gewoon heel Skyrim draait. En sterker nog, de laadtijden vielen mij ook heel erg mee. De game draait nu vanaf de SD. En ik stond er af en toe wel van te kijken dat het toch nog best wel snel van in en uit area's, dat nog relatief snel gaat. Dat mag ook wel na 6 jaar technologie. Ja, nee, inderdaad. Nee, maar ik weet nog wel met de Xbox 360 dat ik speelde de versie daarop. Ik reviewde hem destijds daarop. En op een gegeven moment, als je save game wat groter werd, dan duurde dat laden gewoon af en toe 2 minuten. Als je gewoon echt een simpele pub inbouw of zo. Ja, precies. Overigens, ik speel Khajiit, dus ik ben alles aan het looten. Ik speel sowieso altijd alles looten, maar Khajiit is al helemaal roleplay als je dan natuurlijk alles steelt. Want hey, Khajiit has wares if you have coin. Ja, inderdaad. Maar hoe is het qua framerate? Want ik heb een tijdje terug de PS3-versie nog wel eens opgestart. En toen dacht ik van, dat zijn toch wel flinke frame drops. En überhaupt een lage framerate. Hoe is dat bij de Switch-versie? Ik heb tot dusver geen frame drops gemerkt. Mind you, ik zit er dan ook pas echt een paar uur in. Dus dat zou heel goed later kunnen komen. Maar nee, dit is... Ik denk dat het gewoon relatief stabiel 30 draait. En ik heb tot dusver nog geen echt enorme choppy stukjes gezien of zo. Ook niet met het naar buiten gaan straks. Weet je wel, dat je de grote wijde wereld hebt. Dat is natuurlijk ook al een stukje lastig om te renderen dan dit soort wat meer gesloten area's en dergelijke. Maar nee, ook in combat en zo, het speelt prima. Alleen ja, ik moest gewoon ook weer even wennen aan het feit van controller en met de boog schieten en zo. Soms is het een beetje lastig en dan voelt het wat trager dan je soms van PC gewend bent. Ja, nee, maar dat is natuurlijk oprecht logisch. Maar ja, hey, het is nogmaals, het is wel de Switch, weet je wel. Het is super tof dat de nieuwe console van Nintendo zoveel toffe grote third-party games krijgt. Ja, nu is het rond. Ja. Voor de mensen die eerst zeg maar skepsis voelden bij de Switch, nu is het wel heel duidelijk van, nee, de catalogus wordt steeds groter. En dat is een beetje leem om te zeggen als een spel van 6 jaar geleden uitkomt op dat apparaat. Absoluut. Maar je hebt nu, weet je wel, je hebt Rocket League draait er nu op, Skyrim, Doom, straks Wolfenstein, een heleboel grote first-party titels met natuurlijk Super Mario Odyssey en Breath of the Wild voorop. Splatoon Zeker. 2 ook nog steeds heel erg sterk, ben ik ook groot fan van. Inmiddels, weet je wel, we zijn aan het eind van 2017, sorry. Ik zou willen beweren dat de Switch nu wel rond is. Het voelt nu echt als een volwaardig product, waar dat misschien afgelopen zomer nog een beetje zo was van...
ja, ik vind het wel een mooi apparaat, maar ik mis nog apps. Nou, bij deze heb je wel een aantal killer apps te pakken. Want ja, Skyrim in de trein spelen, come on. Weinig gamers gaan daar nee tegen zeggen. Daar heb ik wel een vraag over, want hey, dit zou ik echt super awesome vinden. De PlayStation Vita had een succes kunnen zijn met zulk soort games, zeg maar. ja. Nou ja, een groter succes, laat ik zo zeggen. Ja. Maar kijk, ik zit naar geen issue in de trein, dus een half uurtje dan nog een stukje met de bus. Nou, laten we zeggen dat ik misschien drie kwartier een uurtje kan spelen. Maar is de game tussendoor gewoon makkelijk te saven? Of kun je gewoon even je Switch half uitschakelen of op sleepmodus en dan daarna dat is weer wel het spelen? Dat is het fijne aan de Switch, is dat het best wel als een portable smart device gebouwd is. Dus dat je ook heel gemakkelijk gewoon dingen op lock kan zetten zonder dat ze crashen. En heel makkelijk kun je van undocked naar docked en dergelijke. Daar doet hij niet moeilijk over. Ook teruggaan naar het hoofdmenu en even wat andere dingetjes doen in zeg maar dat Switch-menu en weer terugkeren naar Skyrim gaat vrij naadloos naar mijn idee. Dus wat dat betreft, ik heb het idee dat dat niet echt aan de ontwikkelaarskant ligt voor games, maar dat gewoon Nintendo Switch zelf is, die gewoon best wel goed gemaakt is voor het afsluiten en wisselen van modi en dergelijke. Gaat gewoon heel erg vloeiend. Ja. Vlot en vloeiend door elkaar. Vloeit. Vloeit. Ja. Het enige waar ik natuurlijk, wat ik wel afvraag van, hey, zit je echt... Nou ja, anderzijds, ja, het is een RPG, dus tijdens een quest kun je hem makkelijk pauzeren. Maar ja, als je een uurtje in de trein zit, met een quest die misschien 3 uur duurt of zo. Dat is wel een ding. Ik eindig dan ergens anders in Nederland waarschijnlijk. Ik heb heel veel moeite met Skyrim neerleggen. Dus ik denk nu ook met die mobiele versie. Nou, het is maar goed dat de Switch van mijn vriendin is. Anders dan had ik dit ding overal mee naartoe genomen en continu overal Skyrim gespeeld. Nogmaals, die game is 6 jaar oud. Het is best wel raar dat we hier hyped over raken. Over een game die ook zo omstreden zo vaak gereleased is. Ja, maar op de Switch is het in één keer allemaal koek en ei of zo. Of tenminste, zo voelde ik me erbij. Nou ja, goed. Ik gaf natuurlijk aan het begin wel aan van... Weet je, het is wel weer... Natuurlijk moeten ze een nieuwe maken. Het is wel dat weer de zoveelste release. Dat ding draait waarschijnlijk gewoon op elke rekenmachine tegenwoordig. Ja, zo'n Texas Instruments 82. Precies. Dus er is echt nog wel een beetje dat ik denk van... Ja, kom op, Bethesda. Dit is wel heel erg makkelijk. Alleen... Ja, omdat hij op alle platformen zo'n beetje draait, is het heel makkelijk te porten naar een nieuwe device. Het is één grafische chipset. En dat is best wel Maar dat maakt het ook wel weer heel erg tof. Maar ik snap wat je bedoelt. Om te laten zien van, oké, de Nintendo Switch heeft een RPG. Je kan gewoon een van de grootste RPG's ooit onderweg spelen. En dat beeld is natuurlijk wel heel erg vet van... Wow, je kan gewoon zo'n game onderweg spelen. Ik kreeg met dat Riverwood weer inlopen, maar nu op de Switch kreeg ik toch wel weer een beetje kriebels. Weet je komt toch weer dat plekje in wat iedereen... Tuurlijk. Iedereen associeert dit met het begin van Skyrim. Ja. Om dat nou nog eens een keer te beleven op een Switch, dat is wel helemaal sick. Tuurlijk zijn het kriebels, alleen... Even om een makkelijk dingetje. Je zei van, het is een makkelijke poort. Nou, ze hebben dus wel één dingetje extra gedaan. Dat is het introduceren van Amiibo. Maar het is letterlijk alleen maar de Zelda gethematiseerde Amiibo's. Kun je één keer per dag tegen de NFC-chip sensor aanhouden. En dan krijg je een kist waar mogelijk drops in zitten van de Legend of Zelda. Pay to win. Nee. Pay to win. Je hoeft er maar één te kopen. Die kun je gewoon elke dag opnieuw doen. Maar dit is dus ook wel weer... Ik heb hier de RNG-goden hebben bepaald dat ik hier geen Zelda-team-stuff uit krijg. Dus dat zullen we ongetwijfeld nog meer gaan behandelen in de review en zo. Maar dit is in ieder geval de eerste keer dat ik het probeerde, kregen we dit. Het is tof. En verder is het... Ja, dat zeg ik. Het is geweldig dat de game draait. Een beetje makkelijk. Bethesda, kom met The Elder Scrolls 6. Please, doe dat eens, Bethesda. Precies, alleen, ik moet zeggen, ja, als ik dit zie, krijg ik ook weer zin in. Ja, toch? Ja. Ik vond het ook wel een mooi beeld om op uit te gaan. Dat je denkt van, Bethesda heeft ons. Ja, precies. Nou, in ieder geval mij wel, maar ik ben benieuwd. We moeten er nog een cijfer aan gaan plakken, want de review komt eraan van Skyrim op de Switch. Dit was in ieder geval al de eerste gameplay commentaar. Bedankt, Daniel. Ja, graag gedaan. Tom. Tot snel. Laat weten als je nog vragen of opmerkingen hebt. Doei. Doei.